In deze film halen we het maximale uit een enkele sterrenfoto. Je kunt sterren op verschillende manieren fotograferen. Je kunt bijvoorbeeld meerdere foto's maken en die later op elkaar leggen met speciale software om de ruizer uit te halen. Maar je kunt ook gewoon met één foto aan de slag. Ja, het resultaat is ietsjes minder, maar het is toch nog wel aardig om te doen. Dus ik ga gewoon met één van deze foto's aan de slag. Ik klik gewoon een willekeurige aan en die open ik in Camera Raw. Ja, je fotografeert in Raw, dat is belangrijk, want daarmee heb je de meeste informatie in je foto zitten en kunnen we dus ook gewoon het meeste doen aan de foto. Deze foto is gemaakt met een 24 mm 2.8 objectief en in dit geval op diafragma 4.0. Ik had ook diafragma 2.8 kunnen gebruiken, had ik misschien beter kunnen doen, had ik gewoon nog meer licht gevangen. En ik heb de foto gemaakt op ISO 800 en een sluitertijd gebruikt van 10 seconden. Je ziet een aantal sterren, maar er zitten er stiekem veel meer. Als ik bijvoorbeeld eens aan de belichtingsslider trek, dan zie je dat er gewoon veel meer sterren tevoorschijn komen. Maar ook de lichtvervuiling in de achtergrond wordt een heel stuk mee omhoog gehaald. En dat is niet de bedoeling. Plus, het huisje, dat wordt ook gewoon eigenlijk te licht. Sterker nog, als je hem helemaal open zou trekken, dan lijkt het wel alsof de foto overdag is gemaakt. Dus ik hou die belichting in principe op nul, maar doe er een heel klein beetje bij. Niet te veel. Het contrast, dat zet ik ook een klein beetje omhoog. Daarmee wordt het zwart wat donkerder en de lichte stukken net een tikkeltje lichter. De hooglicht en de schaduw laat ik nu nog even ongemoeid. En ik zet de witte tinten gewoon lekker vol open. En je ziet er komen veel meer sterren bij. Ook mijn lichtvervuiling komt dan mee omhoog. En door de hooglichten een klein beetje terug te schuiven, of sterker nog helemaal terug te schuiven, valt dat op zich wel weer mee. De schaduwen vul ik ook een klein beetje op. Ik wil net een klein beetje tekening in dat huisje. En het is al een aardige verbetering. De kleurtemperatuur, die ga ik ook een klein beetje veranderen. Die maak ik nog ietsjes koeler. En tot slot ga ik met de textuur, het lokaal contrast en de nevel aan de slag. Want als ik de textuur omhoog zet, dan zie je dat er gewoon veel meer sterren bij komen. En dat geldt ook voor het lokaal contrast. Alleen dan wordt de foto eigenlijk te licht en krijg ik helo's rondom een gebouw. Dus die zet ik eigenlijk gewoon nog een klein beetje terug. En ik verwijder wat nevel. En je ziet dat heeft ook een positief effect. De textuur zet ik een klein beetje terug. En de nevel ook. Ik heb opeens al veel meer sterren, maar ik zet de textuur en nevel wat terug omdat het anders lelijk wordt in de buurt van het gebouw en de bomen. Heb je nou gewoon een foto zonder iets in de voorgrond, dus gewoon praktisch recht omhoog, dan komt dat natuurlijk niet zo nauw en kun je die sliders veel erger optrekken. Eventueel nog wat verzadiging eruit om de foto een wat nachtelijker effect te geven. En dit is op zich wel vrij aardig. Totdat ik inzoom naar bijvoorbeeld 100%. Dan zie je dat ik daar behoorlijk veel ruis in heb. Ik heb natuurlijk de foto gemaakt op ISO 800. Dan valt de ruis wel mee. Maar omdat ik zo extreem aan alle sliders heb getrokken, bijvoorbeeld schaduwen en uh, de belichting wat omhoog en de textuur vooral. Komt die ruis gewoon echt tevoorschijn. Nou, dat is in camera raw ook wel weer een stuk te ondervangen. Even spieken, dat zit hier bij details. Nou, de verscherping die zet ik gewoon uit. Maar ik ga een klein beetje spelen met de ruis. En ik begin gewoon te trekken aan de luminantie. Totdat ik denk van, ja dit is wel aardig. Doe je dat veel te ver, dan zullen ook kleine sterretjes verdwijnen. En het wordt eigenlijk onnatuurlijk effen. En je kunt eventueel ook nog wel wat kleurhuis aanpakken als je daar veel last van hebt. Laat ik eens even naar beneden gaan waar mijn lichtvervuiling zit. Daar zal misschien wel kleurhuis in zitten. Hij stond standaard op 25. Het valt op zich wel mee. Speel gewoon een beetje met die sliders, kijk gewoon wat voor effect het heeft. En zoom natuurlijk in naar 100%. Met je rechtermuisknop kun je daarop klikken en kun je dan kiezen voor in weergave voor de complete weergave. Of zeggen 100% voor alles. Of je klinkt hieronder op het plusje, minnetje of het pull-down menu. En dit is op zich al een aardig effect. Ik ga door naar Photoshop. Ik heb de foto geopend als een slim object. Dus als ik nu dubbel klik, kom ik terug in de Raw Converter. Kan ik nog wat dingen aanpassen? Wil je je foto's nu ook als slim object hebben? Je kunt hieronder op het tekstregeltje klikken. Dan krijg je een aantal opties, en daaronder staat openen in Photoshop als slim object. Ik zou het je aanraden om het altijd te doen. Je kunt dan namelijk altijd nog terug naar je oorspronkelijke rol. En we gaan nog een klein beetje met levels en curves aan de slag om het contrast wat op te krikken. En dat doe ik in een aanpassingslaag. Dat vind je hieronder bij het zwart-witte bolletje. Klik gewoon op niveaus. Je krijgt er een filter bovenop en in het eigenschappenvenster vind je dan de eigenschappen van het filter. Zie je dat venster niet, klik hier op venster, dan heb je daar eigenschappen staan. Ik druk het zwart een klein beetje naar binnen en het wit een klein beetje naar boven. Zet ik het filter uit, dan zie je dat mijn blauw gewoon ook veel feller wordt. Nou, geen probleem. Ik kan natuurlijk een gradient trekken naar beneden. Die vind je hier of met de sneltoets G. Zorg dat wit je voorgrondkleur is, zwart je achtergrondkleur. En trek gewoon een lijn naar beneden. Hou de shift ingedrukt om een rechte lijn te maken. En het effect wordt alleen toegepast op het zwarte gedeelte. Hou je de alt ingedrukt en klik je op het masker, dan zie je dat zwart-witte. Onder waar het zwart is, daar wordt het filter niet toegepast. Bovenin wel en daartussen zit een klein verloop. Dat hebben we net gemaakt met het emmertje. En ik maak nog een aanpassingslaag curve. Om een klein beetje extra contrast erbij in te brengen. En tot slot pak ik nog een keer een aanpassingslaag kleurtoon en verzadiging en trek ik er die een klein beetje uit over het geheel. En ik ga even op zoek naar dat oranje daar beneden. Ik denk dat dat in de gele tinten zit. Ik klik op het pipetje en ik klik op de kleur. Nou, inderdaad, het zit in de gele tinten. En dat trek ik er nog wat uit en dat maak ik ook een klein beetje donkerder. Niet te veel, het moet natuurlijk allemaal wel erg natuurlijk blijven lijken. En zo heb ik dus vrij eenvoudig uit één enkele sterrenfoto heel wat meer gehaald dan dat die standaard uit de camera kwam. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei! doei!